Eigenlijk ben ik eraan toe om te beginnen met proeffiltrooien. Vorige week 60 mm regen gevallen. En nu hebben we ook alle dagen behoorlijk regen. Ik kan nog net geen water uit de grond knijpen. Maar even rustig blijven. Tot nu toe heb ik looftype beoordeeld, zoals hier, links niet mooi en rechts prachtig. De ontwikkeling van het gewas hier wel duidelijk. En binnenkort de afrijping. Van vroeg tot laat. Deze bloeien zelfs nog. Dan heb ik hier een veldje met heel slecht loof. Hoe kan dit gebeuren ondanks de selectie vorig jaar? Voor mij een raadsel. Ik zal het laten zien. De hoofdstengel is hier gekruld. En als ik dan naar een dief in dezelfde stengel kijk, dan heeft die een normaal type. Zo leer ik altijd weer wat bij. Maar kan iemand mij de oorzaak vertellen? Ik hoor het graag. Veel van de planten met zaad zijn toch nog goed ontwikkeld. Er staan zelfs redelijke planten in de diploïde. Planten uit het zaad in de tuin groeien maar door. Nog steeds geen aantasting door Phytophthora. De andere planten in de tuin groeien ook lekker. Het kruis is klaar, ik kom daar later op terug. Bedankt voor het kijken.